stel dat ik nou wel had geluisterd naar de behandelvisie, naar die psychiater, dan was mijn leven heel anders gaan lopen. In 1995, wat er toen gebeurde, is dat er een aantal dingen bij elkaar kwamen die bij mij een hoop stress hebben veroorzaakt, waardoor ik psychotisch ben geraakt. Op een gegeven moment is het bij mij zo erg geraakt dat ik opgenomen moest worden. Ja. Destijds was de visie op mensen met een psychose dat die nooit meer terug zouden kunnen komen op het... Zoals de psychiater zei, premobiele niveau van functioneren. Ik kon er nog steeds heel boos en verdrietig om raken. Omdat ik echt op dat moment dacht van, nou ja, dat betekent dus gewoon dat ik gewoon niet meer kan studeren. Ik had een loopbaan voor ogen als psycholoog, het bedrijfsleven, nou, dat kan ik ook vergeten. Ik dacht echt van, ik ben ziek geraakt en ik kan gewoon niks meer. Op een gegeven moment dacht ik van, ik wil dit niet op me laten zitten. Ze kunnen me wat hier. Op het moment dat ik besloot mijn eigen plan te trekken, door echt met mijn studieboeken pontificaal gewoon te gaan zitten, heb ik eigenlijk alleen maar, in mijn beleving, alleen maar tegenwerking gehad. In de zin van, god, zou je dat nou wel doen? Dat is wel heel zwaar. Na een aantal maanden ben ik in de nazorg gekomen. Toen kreeg ik een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. Hij was heel anders dan de begeleiders die ik had binnen de muren. Hij was iemand die wel mij serieus nam in mijn plannen om naar de universiteit te gaan. Hij is zelfs met mij mee geweest. Ik zag een hele krachtige jonge vrouw tegenover me. Ik denk van, we gaan het gewoon proberen. Ik wilde haar volgen in wijze. En dat is denk ik iets wat in mijn methode een beetje past. Het volgen van cliënten en kijken op hun eigen kracht. En toch wel vanuit een zekere kennis. Maar vooral hun eigen kracht aanspreken en kijken wat er gebeurt. We zijn hier bij HVO Querido. Ik werk als projectmedewerker van het herstelbureau. En wat ik doe binnen mijn werk is, ik begeleid herstelgroepen. Het zijn vaak mensen die bijvoorbeeld ook thuisloos zijn geweest of verslaafd. Anita heeft het ook niet onmiddellijk aan iedereen verteld, zeg maar, wat haar eigen verleden was. Maar je merkte wel dat ze in ieder geval onze wereld, om zo maar te zeggen, kende van beide kanten, dus geleidelijk aan. Omdat ik toch veel met haar optrok, kwam ik daar wel iets meer over te weten. En ik denk dat het ontegenzeggelijk een voordeel heeft. Ze is heel gemakkelijk, zeg maar, op de hoogte van de situatie van de cliënt. Ze kent die uit eigen ervaring. Maar omdat ze ook de andere kant kent, kent ze ook de wereld van de hulpverleners. En de dilemma's waar de hulpverleners tegenaan lopen. Ik hoop in ieder geval in de manier hoe ik mensen begeleid, dat het in ieder geval op een manier is die ik zelf ook heel prettig heb ervaren. Dus wel warm en betrokken en ook mensen ja, hoop kunnen geven. Dat er ook voor hun mogelijkheden zijn om gewoon hun wensen en ambities waar te maken.